Philippe van de Moortelen, die in 1380 begonnen is, die had eigenlijk een idee. En zijn idee was van, ik ga een oplossing gaan zoeken voor de hongersnood in Afrika. En hij heeft dus een plantaardig product op basis van soja gemaakt. En zo zijn we ontstaan. Ik ben Bernard Rikkere, CEO van Alpro Europa. Alpro maakt plantaardige alternatieven voor zuivelproducten. En wij doen dat op basis van verschillende ingrediënten. Op basis van soja, op basis van amandel, haver, rijst enzovoort. En de kwaliteit, de innovatie en de diversiteit hebben gemaakt dat Alpro absoluut marktleider geworden is. We zijn gemotiveerd natuurlijk om verder Alpro als een groot internationaal bedrijf te gaan neerzetten en met buitengewone lekkere producten. Ik heb fantastische mensen die met enorm veel passie aan dit product werken, omdat ze ook weten dat zij een product maken die belangrijk is voor de planeet. In 2015 hebben wij een investering gedaan van meer dan 80 miljoen, waarvan 80% hier in Vlaanderen, hier in Wevelgem. Dankzij die investering hebben wij ook 5 lijnen bijgezet. We hebben een totaal nieuwe productiehal gezet. En vandaar gaan we toch in 2015 250 mensen aangeworven hebben, waarvan 200 in België en Vlaanderen vooral.